Ajax-fans breekt het zweet nog uit als ze terugdenken aan die knotsgekke Champions League-confrontatie in Londen tegen Chelsea. Ajax kreeg bij een 2-4 voorsprong 2 rode kaarten, een penalty tegen. De wedstrijd kantelde en eindigde in een gelijkspel. En Ajax, u weet het, plaatste zich uiteindelijk niet voor de knock-outfase van de Champions League. De Europese topscheidsrechters die kwamen onlangs bijeen op Mallorca. Zij spraken over dit duel. Ajax-volger Mike Verwij, jij hebt dat ontdekt. Wat was hun conclusie? Ja, dat Rocky vreselijk in de fout is gegaan. En eigenlijk op 3 momenten. Allereerst na de rode kaart van Daley Blind kreeg ze 2e gele kaart. En omdat er geen directe scoringskans was, had Rocky het spel stil moeten leggen. Ja. Ja, had Joël Veldman de bal niet op zijn arm gekregen. Geen penalty tegen en geen 2e gele kaart. Maar ook die beslissing van Rocky was fout om de bal op de stip te leggen. Ja. En een rode kaart te geven. Ja. Rocky was de Italiaanse scheidsrechter van dienst. Even tussendoor, die heeft geloof ik daarna niet meer grote wedstrijden gefloten. Nee, dat komt omdat de Italiaanse bond nog wel met een leeftijdsgrens werkt. Hij zou stoppen. Maar ja, als hij die wedstrijd tot een goed einde had gebracht, had hij misschien nog schitterende affiches gekregen. Mm. En nu mocht hij Doe de Lange tegen Apoel Nicosia fluiten als eerstvolgende wedstrijd. Ja, nou ja, ook een uitdaging. Als we het even hebben over die bijeenkomst. Want jij hebt ontdekt dat eind januari de Europese topscheidsrechters bijeen zijn gekomen op Mallorca. Wat was dat voor overleg? Ja, die ontdekking was niet zo heel groot. Dat stond ook gewoon heel groot op de UEFA-site. Mm-hmm. Alleen, vooral wat er besproken is. Ja, precies. De UEFA is normaal gesproken een gesloten bolwerk. En er lekt ook bijna nooit uit wat daar besproken wordt. En in dit geval kregen we wel de informatie wat daar besproken is. Kennelijk omdat heel veel mensen toch vonden dat Ajax heel veel onrecht is aangedaan. Ja, als we nog even teruggaan naar die wedstrijd. Wat is nou het moment waar het meest, waar de scheidsrechters eigenlijk unaniem over zijn dat daar grote fouten zijn gemaakt? Want je zou bij die 2e gele kaart van Blind bijvoorbeeld nog kunnen zeggen van ja, dat is een interpretatie. Waar zijn de scheidsrechters het meest over eens? Ja, de scheidsrechters waren het er wel mee eens dat Daley Blind zijn 2e gele kaart kreeg. Mm. Want Blind beriep zich destijds op dat er een overtreding op hem gemaakt werd. Dat vonden de scheidsrechters niet. Dus Blind kreeg terecht zijn 2e gele kaart. Alleen dan schrijven de spelregels voor, als er niet een directe scoringskans is, dat de scheidsrechter moet afluiten en een rode kaart moet geven. Ja. En die directe scoringskans was er niet, want die overtreding werd op 35 meter van het doel gemaakt. Ja, precies. Nou komt dit naar buiten. Kun je eigenlijk zeggen wat het Ajax heeft gekost? Ja, in ieder geval de 9,5 miljoen euro die Ajax gegarandeerd zou krijgen bij plaatsing voor de volgende ronde. Maar ja, die kosten of de schade is natuurlijk veel groter, omdat je ook zeg maar 1,8 miljoen er nog bij had gekregen als je die wedstrijd had gewonnen. Maar ook de marktwaardes van de spelers die waren omhoog geschoten als Ajax weer had overwinterd in de Champions League. Ajax had ook een veel hogere resetten gehad in de Champions League de volgende ronde dan in de Europa League. Mm-hmm. Dus dat loopt echt richting de tientallen miljoenen. Ja, hoe is er vanuit Ajax gereageerd? Ja, keurig. Ajax heeft een brief gestuurd naar de UEFA. En daarin hebben ze gevraagd om de audiofragmenten tussen de scheidsrechter en de VAR. Ze wilden ook graag een toelichting op de beslissingen die zijn genomen. Alleen, de UEFA is de UEFA. En daar kwam een antwoord. Een verwijzing naar artikel 9, waarin staat dat scheidsrechtelijke beslissingen niet kunnen worden teruggedraaid. Nee. En daar moest Ajax het mee doen. Ja. En Edwin van der Sar, die hebben we gebeld gisteren. Die hebben we gesproken. Ja, die zei van verdere actie richting UEFA heeft geen zin. Dat is kansloos, dus zinloos. Dus Ajax legt zich daarbij neer. Ja, dan zijn er natuurlijk ook nog reacties van de fans en van Sjaak Zwart. Zag ik in de krant. Hoe reageren die? Klopt. Ja, Sjaak Zwart zou het heel erg redelijk vinden als de UEFA met een financiële compensatie zou komen. Dat zou terecht zijn, maar dat is ondenkbaar. De UEFA doet dat niet. Het is een voetbalbond die niet weet hoe snel ze met boetes moeten strooien als er een keer vuurwerk wordt afgestoken op de tribune of als er spullen op het veld worden gegooid. Maar ja, zelf betalen, dat doen ze liever niet. Overigens is het wel zo, en dat zie je ook wel aan de reacties. Ajax had ondanks de wedstrijd bij Chelsea, hadden ze het ook op eigen kracht kunnen doen. Ja. Thuis tegen Valencia hadden ze aan 1 punt genoeg om op eigen kracht te plaatsen voor de knock-out fase. Ja, en achteraf moet je dan ook niet meer zeuren, denk ik. Nee. Alleen, het blijft wel zo dat als Ajax in Londen had gewonnen, dan met de wetenschap van nu was Ajax gewoon bij de laatste 16 gekomen. Ja, dan had je geloof ik Atalanta geloot voor de Champions League. Ja, klopt. En nu zit Getafe in de Europa League. Maar wat je ook merkt, Mike, jij hebt dat verhaal nu naar buiten gebracht. Nou ja, het regent reacties op social media. Het woord Calimero-gedrag valt ook wel. Van joh, het is voetbal. Ja, zeker. Alleen ik denk als je Ajax als Calimero betitelt, dat niet terecht is. Het is niet Ajax dat heeft geklaagd. Het is gewoon iets wat naar buiten komt vanuit een
ja, scheidsrechtersbijeenkomst op Mallorca. Mm-hmm. Dus Ajax heeft die part nog deel aan. Het is gewoon nieuws dat de scheidsrechters onderkennen dat Ajax heel veel onrecht is aangedaan. Ja, nou staat dat bij ons in de krant en we hebben het er nu over. Hoe wordt er vanuit UEFA eigenlijk op gereageerd? Want je zei al dat die bijeenkomst er was op Mallorca, dat is geen geheim. Maar het is denk ik niet gewenst dat een topontmoeting daar, dat allemaal details naar buiten komen. Nee, vooral omdat het zo'n gesloten bolwerk is. Maar het is natuurlijk ook wel heel naïef om te denken als er zulke gevoelige informatie wordt besproken. Er zijn tussen de 80 en 100 scheidsrechters bijeen. Ja, inclusief scheidsrechters Basel Setti ook. Ja, precies. En die heeft ook onderstreept dat zijn landgenoot grote fouten heeft gemaakt. Ja. Ja, en als je dan met 100 man bijeen zit in de voetballerij is iets met 3 man bespreken al bijna niet stil te houden. Dus het is heel naïef om te denken dat dit niet naar buiten zou komen. Ja. Denk je trouwens wel, kijk, Van Sar die kan hier nu niks meer aan doen namens Ajax. Er zijn natuurlijk wel vaker beslissingen die helemaal fout blijken te zijn, zelfs met de VAR erbij. Zou de UEFA ooit nog misschien het beleid aanpassen dat er wel wat meer inspraak komt voor gedupeerde clubs na afloop? Nou ja, de UEFA kennende denk ik dat niet. Maar we moeten ons wel gelukkig prijzen met de KNVB, denk ik. Als je ziet dat de Nederlandse scheidsrechters te pas en te onpas klaarstaan voor het Nederlandse journaal, als er hele gekke beslissingen zijn genomen. Ja, dan komen scheidsrechters voor de camera en die geven een reactie. En daar moeten we ons gelukkig mee prijzen, want transparantie is heel belangrijk. Nee. Ja, de Ajax-fans zullen het trouwens blij zijn dat het nu weer allemaal wordt opgerakeld. Hè? Jij hebt die wedstrijd natuurlijk meegemaakt ook op Stamford Bridge. Ja, en dankzij scheidsrechter Rocky ook bijna een hartaanval gekregen. Want deadline technisch was dit natuurlijk ook het drama. Na 1-4, na 4-4, dus dat hele verhaal moest om. En ja, als hij gewoon de goede beslissing had genomen, dan had ik mijn verhaal in stand kunnen houden. Ja, conclusie, het is niet anders. Wel hoogst opmerkelijk. Nou zijn er ook nog Ajax-fans die verwijzing nog maken naar Juventus 96. Gedrogeerde Juventus-spelers in de Champions League finale. Die hebben het dan ook nog over Lyon-Zagreb 1-7. Die komen met corruptie, allerlei verhalen. Ja, daar geloof ik niet in. Dit is gewoon echt heel erg slecht gefloten. En iedereen kan een heel slechte dag hebben. En die had de Italiaan Rocky. Zelfs wij kunnen een slechte dag hebben. Ja, zelden, maar het kan. Okay, het kan. Mike, dankjewel. Graag gedaan.